de snoepjesmokkelaars. Oh, vet, ja! Alsjeblieft, deze is van het huis. En laat je niet kissen door je grote broer, oké? Hey, daar hebben we de held van de dag. Welkom in de snoepjesbar. Het ziet er geweldig uit. En zo te zien heb je wat nieuwe vrienden erbij. Vrienden? Nee joh, ze komen hier alleen voor de snoepjes. Oh ja, en trouwens, we willen je nogmaals bedanken dat je dit voor ons hebt gedaan, Craig. Ah, dat is helemaal nergens voor nodig. Dit is niks bijzonders voor zo'n kwa-jongen zoals ik. Kwa-jongen? Je doet dit alleen omdat je aardig bent. Nah-ah. Ja-ah. Ik ben de echte regelbreker hier. Ah, ja. Dag, Ismaya, de BFF van de koning. Komt de BFF hier naartoe? Verstop al het snoep. Alles moet uit het zicht. Maya, het meisje dat... Wat is hier aan de hand? Oh, we zingen een lied over hoe goed de koning is. Leve de koning, hij is super, super cool. Oh, hij is te gek, hij is super, hartstikke leuk. Genoeg! Ik ben hier omdat er verdachte vliegende objecten zijn gezien in dit gebied. Heeft iemand van jullie misschien iets gezien? Nee, we hebben niks gezien. Wij eten hier gewoon ons door de koning voorgeschreven snoep op. Alleen deze snoepjes, hè? Nou, mocht je toch iets zien, laat het me dan gelijk weten. Dat scheelde erg weinig. Ze heeft vaste flessen gezien. We moeten de tent dichtgooien. Dan moeten we het bewijs maar snel opeten. Oh, wacht, wacht. Je kan dit allemaal toch niet nu al opgeven? Er werden net liedjes over me geschreven en over mijn gebrek aan respect voor de regels. Ha, als Maya erachter komt waar al deze flessen vandaan komen en waar ze heen gaan, hebben wij een groot probleem. Wij allemaal. We gooien hem dicht. Een snoepjesbar is niks zonder snoepjes. Het was naïef om te denken dat we hiermee weg zouden komen. Jullie mogen het niet nu al opgeven. Jullie hebben eindelijk kunnen proeven hoe het is om vrij te zijn. En nu laten jullie de koning dat van jullie afpakken, net als een gemene tandarts? Nou, ik niet. Ik ga jullie zoveel snoep geven dat jullie gaatjes zullen hebben tot het eind van het jaar. Want mijn naam is Craig en wij zijn de suikersmokkelaars. Nu moeten we een nieuwe manier vinden om ze hier te krijgen. Die snoepjes zijn zwaar, zeg. We moeten ze voorbij de bewaker krijgen en dan zijn we er. Roger, hier vast een liedje over schrijven. Er staat niemand. Dat is nog beter. Nee, kijk. Het is Maya. We moeten op zoek naar een andere weg. En dan snackspitsuur missen? Echt niet. Ik stond op een tafel en heb iets beloofd. Een tafelbelofte. Daar kan ik niet op terugkomen. Misschien als ik op een stoel stond, maar ik heb een reputatie hoog te houden. Luister, Craig. Ik weet dat je wil dat iedereen denkt dat je een rebel bent die niks geeft om het behoud van je tanden, maar die meid is heel gevaarlijk. Dit gaat me lukken. Ga in het wagentje. Halt. Wie is daar? Gewoon een waterlelie. Ik heb wat ballen gevonden in de sloot. Ik wilde ze naar de koning brengen. Die ballen zien er wel een beetje vreemd uit. Dat krijg je als je te lang in de sloot blijft liggen. Hoe dan ook, ik kan maar beter gaan. Moment. Ik wil ze even testen. We willen niet dat de koning een defecte bal krijgt. Wilde! Huh? Ik wist het! Jij bent die ene Craig van de andere kant van de kreek. Ik weet wel wie jij bent. Ja! Ken je mij nog? Nee, niet echt, nee. Wat? Psst! Ik denk dat je toen je haar los had. Weet je het nu wel? Oh ja, ik stond op je zwaard. Denk je echt dat het je deze keer wel gaat lukken? Helemaal in je eentje. Sap? Sap. Wow! Hey Maya, pak aan! Craig, jullie moeten hier zo snel mogelijk weg. Maar hoe moet het dan met jou? Ze kunnen mij moeilijker vinden, ik red me wel. Ga! Ik ruik je later, Maya. Oh nee.